Ja, we staan hier bij Jacques Nieuwlaat. Ja, eigenlijk dit weekend het gezicht van de Dutch Open. Maar je doet eigenlijk nog veel meer, want je doet eigenlijk dit weekend ook het commentaar. Dit is eigenlijk de tweede keer dat we je dit jaar horen op de livestream. Waar heeft dat mee te maken? Een beetje eigenlijk trieste omstandigheden. Het overlijden van een van de Engelse commentatoren, Nigel Pearson. Dat gebeurde vlak voor het Eurotoernooi in München. Ik zou eigenlijk in München spotten, dus de camera's besturen. Maar ja, goed, dat konden we omwisselen. Commentatoren zijn toch wat schaarser, klaarblijkelijk. Dus ze hebben mij gevraagd of ik zijn positie wilde innemen in het commentaarteam. En Nigel zou ook hier zijn. En hier zou ik dan als MC in principe alleen werken. Maar ja, er zijn niet zo heel makkelijk andere commentatoren in te vliegen. Omdat ze ja, dit weekend zijn er heel veel toernooien. Niet alleen hier, maar ook nog op Lakeside bijvoorbeeld wordt gespeeld. Ja, er zijn ook allemaal commentatoren aanwezig. Dus hadden ze gevraagd of ik het erbij wilde doen. En het lukt, dus dan moet het goed komen. Ja, het lukt. Jij bent natuurlijk ook het gezicht van Viaplay met commentator samen met Frank Visgraper. Als we daar wat kritisch naar gaan kijken, als ik het vergelijk met wat jij hier commentarieert en op tv, ben je hier een stuk kritischer? Heb je het hier veel meer over hoe de pijlen vliegen en veel meer over de technische kant van het aspect? Waar het op Viaplay wat genuanceerder en wat makkelijker. Heeft dat eigenlijk een reden? Nee, voor mijn gevoel doe ik ook weinig anders, moet ik heel eerlijk zeggen. Je hebt hier wel wat meer de kans. Je ziet hier wat meer spelers dan bijvoorbeeld in de Premier League die we tot nu toe gedaan hebben. Ja, dan zie je iedere week dezelfde 8 spelers. Om nou iedere week alle materiaal door te nemen van de spelers, dat is bij Peter Wright leuk. Maar daarna houdt het wel heel gauw op natuurlijk. Dus hier heb je ook wat meer kans om wat dingen te laten zien. En daarbij werken we hier met een Nederlandse crew die de Eurotour in beeld brengt. En die geven ook wat andere beelden aan ons, waardoor we ook over wat andere dingen kunnen praten. En dat is ook wel handig natuurlijk, want 13 Eurotours keer 47 wedstrijden. Als je dan alleen maar pijlen in het bord ziet landen, dan wordt het heel saai. Is het voor jou ook moeilijk om commentaar te geven? Want je doet ook heel veel werk voor de WDF. Je bent in de weekenden vaak weg. Je kan niet alle Player Championships volgen. Geeft dat voor jou soms wat moeite? Want we worden wel eens op de Player Championships, weet je niet helemaal wat er gebeurt. Dus vind je dat lastig of maakt jouw ervaring heel veel goed? Nou, ik denk dat ik best wel weet wat er gebeurd is. Alleen ik kijk niet iedere pijl. Maar ik denk dat er tegenwoordig niemand meer is die alle pijlen kijkt. Want dan moet je opgesloten zitten, denk ik. Ik denk het feit dat ik en WDF en PDC voor een groot deel volg, maakt het ook wel weer dat ik vaak in het voordeel ben ten opzichte van anderen als nieuwe spelers doorkomen. Want je zult het raden, die komen vaak bij de WDF vandaan. En door daar de grote toernooien te doen, ben ik eigenlijk wel altijd vrij goed op de hoogte van dat circuit. En zie ik dus ook vaak de eerste spelers doorkomen. Vind je het nog leuk om te doen? Want we merken wel dat in 16 weken Premier League het enthousiasme natuurlijk wat op en laag gaat. Maar leef jij nog echt toe naar een WK, de matchplay, World Grand Prix? Of is het gewoon weer, we gaan weer de Grand Prix doen? Nee, ik vind er eigenlijk niks aan. Nee. Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Wat denk je nou? Dat ik ga antwoorden? Nee, natuurlijk is het leuk. Maar uiteindelijk, zo eerlijk moet je ook zijn. Ik doe het inmiddels een jaar of 20. Uiteindelijk is het wel gewoon werk. Ik bedoel, op een gegeven moment maak je de doorstart van hobby naar werk. En dan zitten er soms ook wel eens dagen bij dat je liever thuis bent, of op een bruiloft bent, of op een verjaardag bent. Maar tijdens de toernooien probeer ik in ieder geval altijd zo eerlijk mogelijk te zijn. Kijk, dat kan ik wel tegen jou zeggen. Poep is poep. Als het slecht is, is het ook gewoon slecht. Hè? Ik bedoel, dat gaat gewoon niet anders. En dus dat probeer ik eigenlijk altijd goed. Proberen we goed te houden en slecht is ook wel slecht. Goed, waar je na 2 jaar hoop ik wel zin in hebt, is de Dutch Open die eraan komt. Wat verwacht je van de Dutch Open en wat ga jij daar precies doen? Wat is jouw rol daar? Ik ga daar niks doen. Nou, is dat, niet, dat is makkelijk of niet? Nee, ik ga daar helemaal niks doen. Sterker nog, ik weet nog niet eens of ik er naartoe ga op dit moment. We hebben namelijk de 2 dagen ervoor, zeg ik eventjes, de Nordic Darts Masters. De dag erna is Premier League finale. En de dinsdag en de woensdag daarna zit ik in Niedernhausen voor de Players Championships. En de donderdag begint de World Cup alweer. Dus ik heb 1 vrije dag tussenin. En als ik mevrouw Nieuwlaat wil laten zijn, dan denk ik dat ik misschien wel thuis moet blijven die dag. Vind je het jammer dat je er niet bij bent? Ja, natuurlijk. Kijk, de Dutch Open, als die in februari is, probeer ik er altijd bij te zijn. Want het is gewoon een hoogtepunt van het jaar. Het is het grootste feest van het jaar. Ik vind dat ook leuk. Samen met collega's, want vaak komen de callers uit Engeland over. Vind ik ook leuk om eens af en toe mee te praten. Dus het is fantastisch om bij te zijn. Het is fantastisch om te ervaren. Ik zou eigenlijk het liefste nog wel een keertje mee willen gooien. Maar ja, het clasht heel vaak met de Masters bijvoorbeeld in het verleden. En dan maakt het dat gewoon moeilijk.
Maar als ik enigszins naar de Dutch Open kan, dan ga ik zeker. Misschien dat mijn vrouw meegaat. Ik wou zeggen, als je die mevrouw nieuw laat meelaat, kan je misschien koppeltoernooi gaan gooien. Ik weet niet even uit mijn hoofd hoe de dagen vallen, maar... Nee, dat gaat niet lukken in dit geval, want zondag is alleen de finale dag. En ik vrees dat ik dat niet ga redden. Nou, tenzij ik een wildcard krijg. Dat zou nog eens een idee zijn, dat ik een wildcard in de laatste 64 krijg. Ja, dat zal wel niet gebeuren waarschijnlijk. Nee. Goed. Jacques, bedankt voor je tijd in het interview. Is goed, graag gedaan.